vanwege de onzekerheden door het coronavirus. Dit geldt voor alle scholen in het voortgezet onderwijs. Het centraal examen voor VMBO, HAVO, VWO en gymnasium gaat dit jaar niet door. Ingrijpende maatregelen, genomen in een onzekere tijd van crisis. Ja, meneer Slob, wat gaf de doorslag om deze beslissing te nemen? Nou, u weet dat wij zondag een week geleden het besluit hebben genomen om de scholen zo goed als dicht te laten gaan. In ieder geval tot en met 6 april. Toen heb ik ook aangegeven, we gaan hoge prioriteit geven aan de eindexamenklasleerlingen, omdat voor hen de onzekerheid echt heel groot is. Mm-hmm. We konden toen in 2 dagen tijd de afspraken maken met het complete onderwijsveld, ook met de vertegenwoordigers van LAX, waar de voorzitter hier aanwezig is, over de schoolexamens. En toen zijn we direct begonnen met de scenario's rond de eindexamens. Omdat we wisten dat 30 maart zouden de praktijkexamens van het VMBO al starten. En 7 mei de eindexamens voor de overige. Dus er was dichtbij, dus er moest snel gehandeld worden. Ja, en ondertussen zagen we natuurlijk ook in de praktijk hoe deze praktijk zich ontwikkelde op de scholen. En daar kregen we toch echt door dat het op deze manier ook heel veel stress voor leerlingen. Leerlingen die uitvielen, docenten die uitvielen, het onderwijs op afstand, alle spanningen ook rond. Wat kan er nou wel, wat kan er niet? Uiteindelijk tot de situatie leidde dat we duidelijkheid moesten geven. En we hadden de scenario's goed op een rijtje. Daar hebben we ook uitvoerig over gesproken. En dat is vanochtend definitief allemaal rondgekomen. En toen hebben we het besluit. Zeker. We hadden gisteren ook al, want ook, er is natuurlijk een grote crisisorganisatie in Nederland die zich natuurlijk primair ook bezighoudt met al die vragen die net ook besproken zijn. Zijn er voldoende IC-bedden? Wat is er allemaal nodig? Enzovoort, enzovoort. Maar ook dit soort zaken zijn natuurlijk best ingrijpend voor de samenleving. Ook daar moest het passeren. Ja. En ik heb hard gewerkt om het ook helemaal, gewoon, ook helemaal rond te hebben, dat ook duidelijk was onder welke voorwaarden we dit gingen doen. Want je kunt zo'n besluit niet half naar buiten brengen. Okay. En vanochtend hebben we dat gelukkig kunnen doen en de duidelijkheid kunnen geven. Ja, die duidelijkheid, daar zat jij ontzettend op te wachten, hè, Pieter? Ja, ontzettend. En met name scholieren. Ja. En het mooie aan dit besluit vind ik dat er in ieder geval wordt toegegeven dat je niet het onmogelijke kan verwachten van die scholieren. Mm-hmm. In al deze corona-hectiek, in al deze stress, met het toch opeens andere onderwijs, is het toch echt lastig om goed voor te bereid te zijn op die examens. En zou het eigenlijk geen eerlijke waarde meer hebben en te veel ongelijkheid in de hand spelen op het moment dat je dat met de huidige manier zou door laten gaan. Ja, en was dit een beetje het sentiment bij de leerlingen? Zeker. Zij gaven met name aan dus echt snel duidelijkheid te willen. Wij hebben echt huilende leerlingen aan de lijn gehad die het echt niet meer zaten zitten. En logisch ook, het zijn ook bizar tijden. Waar zaten zij het meest mee? Nou, zij zaten er het meest mee met het feit dat zij het gevoel hadden dat ze niet gehoord werden. En ook dat er te veel van ze verwacht werd. Mm-hmm. En dat zij aangaven, ja, er worden allerlei maatregelen genomen. En overal wordt alles andere dingen georganiseerd. Maar op scholen gaat eigenlijk alles nu nog door op een manier van business as usual. Ja. Dat kan niet, dat kunnen ze niet van ons verwachten. En gelukkig is aan die oproep gehoor gegeven. Maar het is dus niet bijvoorbeeld dat studenten ook denken van, ja, misschien word ik wel besmet. Die angst is dus veel minder dan. Gelukkig zijn de sentimenten van scholieren met name gebaseerd inderdaad op ratio. Ja. Gaven zij met name aan die voorbereidingstijd. Dat is echt een ding, dat gaat echt gewoon niet lukken. En dat gevoel bij leerlingen dat ze besmet zouden raken, dat was eigenlijk maar zeer beperkt. Maar we hebben ook leerlingen wel aan de lijn gehad die zeiden, ja, ik heb zelf astma of mijn ouders hebben astma. Mm. En ik mag niet de deur uit of ik wil niet de deur uit. Dus hoe moet ik dit straks gaan organiseren? Oké, meneer Slob, hoe wordt nou straks bepaald of iemand slaagt? Dat wordt bepaald op basis van de afronding van de schoolexamens. Die daar zijn al het hele jaar bezig, hè? Een aantal periodes. Er moeten ook nog wel heel veel leerlingen moeten ook echt nog wel een heel aantal schoolexamens ook nog maken. Sommigen zijn al heel ver en denken dat op basis van de cijfers van nu dat de vlag al uit kan. Zie je her en der ook gebeuren. Maar als je er goed voor staat, kan dat toch ook? Ja, dat zijn natuurlijk ook leerlingen die op het moment dat ze naar de centrale eindexamens gaan ook al denken van, nou, moeten we nog even doen. Maar dan wordt nog de helft van je cijfer bepaald. Zeker, zeker. Dus ik snap het wel, maar mijn boodschap aan hen is wel nog even niet te vroeg juichen, al snap ik best wel een beetje de opluchting. Mm. Maak het ook nog even gewoon af op een goede manier. We geven ook meer tijd aan de scholen om het af te maken. Dat hadden ze ook nodig om het goed te kunnen organiseren. Daar hebben we afspraken over gemaakt. En er komt dan, zoals we dat dan in onze jargon noemen, een zak- en slaagregeling. Een zak- en slaagregeling. Ja, zo heet dat. Dat gaat officieel ook bepalen wat de normering zal worden ook van de schoolexamen. Maar dat zal gewoon zijn als je voldoende genoeg voldoende zet, ben je geslaagd, neem ik aan, of niet? Kan er nog iets heel anders uitkomen? Ik ga niet speculeren over wat dat precies gaat worden. Dat gaan de deskundigen natuurlijk ook vaststellen. Maar dat heeft ook met de zwaarte en het gewicht ook van vakken en dergelijke te maken. Maar dat gaan we heel snel proberen duidelijkheid over. Eigenlijk zegt u, niemand kan nog juichen.
Al die vlaggen zijn te vroeg. Nou, je kunt natuurlijk wel een inschatting maken, zoals Pieter dat net ook voor zichzelf deed. Wat ik overigens heel knap vind, want laat ik dat even gezegd hebben. Ik ben heel erg trots op de vertegenwoordigers van de leerlingen. Hoe die ook hebben meegewerkt en ook meegedacht. En Pieter heeft als voorzitter met heel veel gezag, vind ik, voor zijn jonge leeftijd ook, de belangen van de scholieren op een hele mooie manier vertegenwoordigd. We hadden het er net over, samenwerking. Kijk, deze crisis is eigenlijk ook een permanente karaktertest. Mm. En er zijn mensen die, hoe jong ze ook zijn, met vlag en wimpel slagen. Dus Pieter is eigenlijk al geslaagd, maar heeft zijn diploma nog niet. En dat geldt voor heel veel andere jongen ook. Ja. Jongeren ook, want daar ben ik echt trots op. Bent u niet bang voor fraude? Want scholen hebben natuurlijk belang bij dat er veel leerlingen slagen. Misschien gaan ze toch iets soepeler worden, of is dat niet erg dit keer? Nou, er zit hier een schoolleider ook in de studio. Ik vind dat echt heel slecht eigenlijk gedacht van schoolleiders. Mm. Want die hebben ook maar één belang. En dat hebben de docenten ook. Want ook de docenten zijn toch ook getroffen door wat hier gebeurt. Die willen heel graag hun leerlingen, hun eindexamenklasleerlingen, die willen ze op een mooie manier begeleiden naar de eindstreep, naar een diploma. Maar een mooi afscheid. Je kent al die leerlingen, dus misschien heb je net iets meer medelijden met iemand die net op het randje zit dan wanneer dat een objectieve scheidsrechter is. Of heb ik dat mis? Ja, nou, dat zou je denken, maar het zou natuurlijk wel heel bijzonder zijn als wij ineens een heel ander slagingspercentage hebben. En dat doe je natuurlijk ook niet. Hmm. Dat is ook waar we het vandaag uitgebreid over gehad hebben. We hebben iedereen geïnformeerd bij ons op school en er stonden twee dingen centraal. Eén was het belang van de leerlingen en twee was we gaan toewerken naar een kwalitatief goed schoolexamen. En ja, en daar sta je gewoon wel voor vanuit je beroep. Ja. Oké, er gaat niet gesjoemeld worden. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Nee, maar goed, het is ook niet alleen nu, maar dat is ook met andere dingen. Een collega zei vandaag tegen mij, ja, er was laatst ook een meisje en die kwam naar me toe van, nou, kunt u me dan toch niet een 8 geven voor mijn profiel werkstuk? Dan heb ik betere cijfers voor mijn vervolgopleiding. Ja, dat doe je dan niet. Zo werkt het niet. Dus dat doe je nu ook niet. Nee. Ik ben zelf ook docent geweest. Je moet natuurlijk wel heel zorgvuldig ook zijn in de richting van je leerlingen. Ook met wat je van ze vraagt en de beoordelingen. Dat mag je van docenten vragen. Maar er zijn natuurlijk gewoon een keer grenzen ook aan hoe je beoordeelt. En daar ga ik ook vanuit dat iedereen ook naar eer en geweten, zoals dat altijd al gaat, ook in deze situatie dat zal doen. Ja. Ik denk wel nu met nog meer drive om te zorgen dat die leerlingen goed begeleid worden. Want er is wel heel veel stress bij leerlingen. Maar ook wel bij docenten in deze periode. Ja. En ja, dat is natuurlijk niet echt heel fijn op het moment dat je voor dit soort grote opgaven staat. Nee. Merkt u die stress ook op school? Nou, de leerlingen vind ik over het algemeen. Gisteren ging het heel goed, heel rustig. Waren er maar 5 ziekmeldingen. Terwijl dat er normaal wel meer zijn in een proefwerkweek. Mm. Waren er gisteren proefwerken voor de helft? Ja, wij zitten midden in de... Op school kwamen leerlingen bij elkaar, 1,5 meter afstand? Ja, maar 5 leerlingen in een lokaal. Helemaal verspreid door de hele school. Heel schema gemaakt, hoe ze binnen moeten komen. En dat hadden we eigenlijk wel heel goed georganiseerd. Dus we durfden het vandaag aan, omdat het nog natuurlijk gisteren nog niet helemaal duidelijk was, om dat vandaag weer te doen. Maar ja, door alles wat er in het nieuws was, hadden we vandaag wel wat meer zieken. Hmm. Ja, je hebt wel ouders die heel zeggen van, wat doen jullie het goed en wat fijn. Maar er zitten ook wel berichtjes bij van, ja, stress. Hoe gaan jullie nu naar de... Want er komt nog een derde ronde, hè, schoolonderzoeken. Ja, we zijn nu even gestopt, want we hebben 2 dagen gehad. Dus we hadden eigenlijk nog 3 dagen. Mm-hmm. En, hoe gaat het nu verder? Ja, we hebben met elkaar afgesproken vandaag dat we even de rust nemen tot 6 april. Dat we goed gaan nadenken hoe we die schoolexamens gaan inrichten. En ook echt met een duidelijk en heel goed plan komen om dat na 6 april te gaan invoeren. Maar we hopen wel, want het is natuurlijk heel lastig om op een VWO-examens digitaal op afstand te doen. Want ja. Hoe ga je dat doen voor sommige vakken? Wat als het niet lukt? Heeft u daarover nagedacht? Het lukt wel. Ja? Ja, daar ben ik van overtuigd, want dat zie ik nu ook. Je ziet echt hele mooie dingen ontstaan in het onderwijs nu. Dus dit gaat ook zeker goed komen. Maar ik denk wel dat de ruimte, hoop ik dat die er is. Je moet natuurlijk om de gezondheid van iedereen denken. Dat we wel sommige dingen nog op school kunnen organiseren in hele kleine groepen. Ja. En het gebouw is zo groot, dus ik ga er wel vanuit dat we dat dan goed kunnen doen. Ja, meneer Slob, stel dat je nou de hele jaar rustig aan gedaan hebt en je denkt van bij het examen ga ik het wel goed maken. Dan heb je mooi een probleem nu. Ja, die categorie kennen we. Hè? Dat is eigenlijk alle tijden. Ik ken het ook in mijn eigen schooltijd. U deed het ook zo, ja? Nou, dat laat ik daar geen uitspraak over. Ik doe het al lang geleden, zeg maar. Ik ben zelf ook docent geweest en ik zie dat natuurlijk nu ook. Het klopt dat dat voor leerlingen dan best ingewikkeld is. Want dan denk je van, nou, ik ga die laatste weken wel even hard werken. En dan ontstaat opeens deze situatie. Wat we nu wel voor deze leerlingen ook geborgd hebben, dat ze een mogelijkheid van beroep hebben op het moment dat ze niet slagen op basis van de schoolexamens. En dat ze ook herkansingsmogelijkheden gaan krijgen.
En dat is denk ik wel een hele geruststelling. In de zomer? Nee, dat kan denk ik allemaal in juni. Okay. Begin juni willen we dat de schoolexamens zijn afgerond. En dan hebben we in de rest van de maand juni nog mogelijkheden om dat te doen. Maar er zijn ruimere herkansingsmogelijkheden dan normaal, zegt u dat? Nee, gewoon een herkansingsmogelijkheid zoals je die natuurlijk ook hebt. Op het moment dat je eindexamen haalt, mag je ook soms nog in een derde tijdvak, zoals dat dan heet. Of in een tweede of in een derde, even afhankelijk van waar je dan een deelgenomen hebt, mag je ook nog herkansen. Dus die mogelijkheid willen we bieden. Moeten we ook nu hard aan werken. Zij is al begonnen inmiddels, net zoals die zakslaagregeling, dat we ook heel duidelijk de voorwaarden snel duidelijk hebben voor iedereen. Want dat is nu nog een onzekerheid voor heel veel scholieren. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, alles op zijn tijd. Dit is nu het volgende. Zo snel als mogelijk gaan we daar duidelijkheid over geven. Even terug naar de basisscholen nog. Die zitten dicht tot 6 april. Gisteren dachten we ineens allemaal, dat wordt nu 1 juni. Staat dat vast? Nee, die 1 juni die heeft heel nadrukkelijk betrekking op de evenementen. Evenementen die vergunningplichtig of meldplichtig zijn. En dan ook nog vergunningsplichtig. He? Zeker. Veel verwarring, want ook allerlei concerten en zo zijn afgezegd. Dat hoefde eigenlijk nog niet, denk ik. Er is de minister Grapperhaus, die gisteren in de persconferentie daar dingen over heeft gezegd, die heeft ook al duidelijk aangegeven dat het om evenementen ging. Maar er is inderdaad wat verwarring over ontstaan. Mm. Er is een nadere precisering gekomen. We weten dat alle informatie staat op rijksoverheid.nl. Kunnen mensen het ook terugvinden. Dus dat geldt alleen daarvoor. Ja. 6 april, dat is de afspraak die we vorige week zondag hebben gemaakt. Niet alleen voor het primair onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs en voor het mbo, dat de scholen in principe dicht gaan, alleen opvang mogen regelen. Wat speelt met name in het primair onderwijs en in de kinderopvang voor ouders van die kinderen hebben in vitale beroepen. Die mogen daar wel bij. Dat is nog steeds ook wel de lijn die we nu uitgezet dicht hebben. Dicht tot 6 april en daar komt een nieuw besluit over. Daar zou onderzoek gedaan worden onder jonge mensen in Brabant. Dat loopt op dit moment. Ja. Dat loopt, maar ik heb begrepen dat het vandaag pas begonnen is en dat het onderzoek 6 weken duurt. Ja, vandaag is er inderdaad naar buiten gekomen dat de datum van 6 april mogelijk nog niet de uitkomsten van het onderzoek van de RIVM bekend zijn. En we hebben heel duidelijk aangegeven dat we die uitkomsten ook willen gebruiken voor het maken van een keuze voor de periode daarna. Pas als dat onderzoek klaar is, wordt er een beslissing genomen over of de scholen weer open gaan. Ja, als duidelijk is dat dit onderzoek na 6 april pas zal gaan verschijnen, dan zal ook de maatregel dat de scholen nog niet open gaan, zal dan ook verlengd worden. Ik hoop dat morgen de duidelijkheid ook zal gaan komen wanneer dat onderzoek dan definitief klaar is, zodat we ook in de richting van de scholen helder kunnen gaan communiceren. Want dat is voor hen natuurlijk heel belangrijk om dat te weten. Maar zo hadden we het afgesproken. Ja. Het onderzoek moet klaar zijn. De uitkomsten moeten er zijn. Om ook op basis van Nederlandse onderzoeken te kunnen bepalen wat wijsheid is, ook voor het vervolg. En dan wachten we gewoon even. Ja, maar dat onderzoek zou 6 weken duren. U zegt hier, dat kan ook sneller misschien. Want anders is het niet 6 april, maar dan zitten we nog 4 weken verder. Het is nog niet definitief bekend wat nu de echte datum zal zijn. De inzet was uiterlijk 6 april. Nou, als dat later gaat worden, en dat moet natuurlijk wel snel bekend zijn, wat dan de inschattingen van de RIVM. We willen dat wel weten. Dat begrijp ik, maar ook de schoolleiders. Ja. Er worden net al een schoolleider die zei van, nou, we zijn al bezig met de tentamens en na 6 april. Dus die datum zit er overal wel een beetje al. Heeft hij zich vastgenesteld, zeg maar, in de besluiten. U zegt morgen wordt duidelijk wanneer het onderzoek klaar is. We gaan eraan werken om te zorgen dat we van de RIVM ook precies weten wanneer dat zo is. En als dat morgen kan, dan zou dat heel fijn zijn. En als het later is dan 6 april, dan zullen de scholen en de maatregelen zoals die genomen hebben, zullen ook verlengd worden, dus ook nog langer. Tot slot, ook, nou ja, Pieter, die waarschijnlijk geslaagd. Zo'n diploma wat je dit jaar haalt, dit jaar, dat zal niemand vergeten die eindexamen moet doen. De geldigheid van dat diploma, het is natuurlijk geldig. Zeker, maar het is een volwaardig diploma. Volwaardig diploma, maar het kan zijn dat mensen toch ook voelen van, is dat wel zo? Zo'n soort bijna coronadiploma. Kun je daar gewoon alles mee doen wat je vind met ik een echt een hele verkeerde term. Hier zit de minister voor basis- en voortgezet onderwijs. Deze leerlingen krijgen een volwaardig diploma. Volwaardig betekent dat ze dus hun schoolloopbaan voortgezet onderwijs hebben afgesloten. Ze kunnen gewoon door met wat en ze en dat ze daarna ook met het diploma in de hand toegang hebben tot het vervolgonderwijs. Of dat nu in Nederland is of ook buiten Nederland. Daar hebben we ook duidelijke afspraken mee gemaakt, ook met het vervolgonderwijs. En deze leerlingen moeten we niet een etiket gaan geven. Okay. Zij hebben wel een hele moeilijke situatie waarin nu hun diploma tot stand komt. Maar het is een volwaardig diploma. Geen onhelderheid daarover. Volwaardig diploma. Precies. Dank voor nu. Gor Kachikian maakt zich zorgen. Als spoedeisende hulparts heeft hij het gevoel achter